Gaat je school goed? Hoe gaat het met je broertje? Moet je straks nog werken of ruim je eindelijk je doel op? Vergeet de boodschappen niet. En morgen nog de afspraak met die man van de energie. De incasso is verkeerd geïncasseerd. Bel ze even op voordat ze het over het hoofd zien. En kom op, bel je mama nou eens terug, want ze wilt je zien. Vergeet je ook je vrienden niet? Trouwens, die leuke jongen van die date heeft ineens een vriendin. Oh, en by the way, vergeet jezelf niet, oké? Okay? Leven het overleven. Werd moeten. Tijd werd besloten, ruimte meer om te kiezen. Vrijheid gestolen, gedachten zonder dromen. En van de een op de andere dag was geld het enige wat je zag. Het heeft je laten vallen, het heeft je veel gebracht. Maar tot de dag van vandaag zuigt het je kracht. Altijd lachen en doen wat er werd gevraagd. Ook met je schulden, alles netjes afbetaald. Oplichterij, omdat jij weer zo goedhartig was. Maar leren doen, dat is je kracht. Volwassen worden is en blijft een strijd. Het stond ook zomaar voor je deur met een grijns. Maar had jij een keuze? Had jij de tijd? Simpel antwoord, nee, niet jij. Leven het overleven. Dag allemaal, welkom bij de OZJ Zoomer School van vandaag. Ik zit hier zelf in een hele warme kamer met een ventilator naast me en ik verwacht dat de rest ook of ergens in een airco ruimte zit. Misschien wel lekker in de tuin in de schaduw, dat hoop ik. Maar goed dat jullie er allemaal zijn, leuk, welkom. Vandaag hebben we het thema toekomstgericht werken op de agenda staan. En wij zijn vanuit het ondersteuningsteam actief op heel veel verschillende onderdelen, waarbij we landelijk, regionaal en lokaal partijen ondersteunen op verschillende thema's in de jeugdsector. Waarvan vandaag dus een van de thema's is waar we actief op zijn. Straks zullen de sprekers zich aan jullie voorstellen. Ik zal kort even wat technische mededelingen doen. We hebben dus een uur vandaag waarbij onze sprekers ons mee gaan nemen. Mocht je vragen hebben, dan willen we jullie vragen om dat via de Q&A-functie te stellen. Die zie je onderin staan, daar staat Q&A en expliciet vragen om daar je vragen te stellen, omdat iedereen dat dan kan zien, dat je ook op elkaar kan reageren. Daarnaast zien jullie als het goed is ook een chatfunctie staan. En wij zullen soms wat input van jullie ook vragen. Dus bijvoorbeeld, nou ja, dat merken jullie straks. Maar als we bijvoorbeeld een vraag stellen om daar input op te geven, dat graag via de chatfunctie. En dan bij de chatfunctie graag selecteren dat zowel sprekers als alle aanwezigen het horen. Dus dit zijn eigenlijk de twee belangrijkste technische dingen die ik jullie wil meegeven. En dan ga ik nu het woordje geven aan Brechtje. Dus veel plezier allemaal. Hoi allemaal. Welkom bij dit webinar over toekomstgericht werken. De vraag die centraal staat is toekomstgericht werken een vak apart? Daarin gaan we jullie meenemen in wat we daar eigenlijk onder verstaan, maar ook wat dat vraagt van professionals. En dat doen we met een aantal mensen. Dus we gaan ons allemaal even voorstellen aan jullie. Ik ben Brechtje Kuipers, programmaleider overgang naar volwassenheid bij Level, een jeugdhulporganisatie. En daarnaast ontwikkelaar bij het ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd. En in de aanpak overgang naar volwassenheid doe ik samen met Freya Mostert van het Nederlands Jeugdinstituut. Maar die is er helaas vandaag niet. Nou ja, en even heel kort iets over mezelf. Ik ben op mijn 18e uit huis gegaan naar zelfstandigheid, maar wel met heel veel steun. Dan geef ik nu het woord aan Maurits. Hallo allemaal, ik ben Maurits. Ik ben landelijk coördinator van Expex. Dat zijn ervaringsdeskundigen in de jeugdzorg. En bij Level in Amsterdam ben ik daar ook projectleider voor om ook de ervaringskennis van medewerkers te benutten. Ik ging op mijn 16e uit huis naar een pleeggezin, daarna naar een groep en uiteindelijk weer terug naar huis. En ik ging op mijn 19e op kamers. En Brechtje zei net met heel veel steun. Ik had eigenlijk ook heel veel steun van de mensen om me heen. En een stuk of 50 verschillende hulpverleners.
geef ik het woord aan Sjors. Dankjewel. Ik ben Sjors. Ik ben gedragswetenschapper bij LEFL, bij het programma Open voor Naar Volwassenheid. En daarnaast geef ik trainingen aan jongeren vanaf 16 jaar. En ik ben 20 jaar was ik toen ik uit huis ging, op kamers tijdens het studeren. En ook gelukkig heel veel steun om me heen en elk weekend fijn terug naar mijn ouders om daar te bivakeren. Dan geef ik graag het woord aan Lonneke. Yes, ik ben Lonneke, programmacoördinator bij Overgang naar Volwassenheid. En ik durf bijna niet te zeggen, maar ik was 24 dat ik uit huis ging. Vond het nog veel te fijn en eigenlijk ook veel te eng om helemaal op mezelf te gaan, zonder anderen om me heen. En ben meteen gaan samenwonen dus ook. Dus ik ben een van de laadbloeiers die het getal omhoog trekt. Goed. Waar gaan we het vandaag over hebben? Sowieso over de noodzaak van een aanpak toekomstgericht werken. Waarom hebben we die aanpak? Er zijn heel veel verschillende beelden over. Dus we willen je ook meenemen in de beelden en de visie die wij daar bij hebben en ook de voor ons belangrijke leidende principes. We kijken naar wat het betekent voor professionals. We laten jullie ook een stukje ervaren hoe we in de praktijk werken met jongeren als het gaat over werken en denken over je toekomst. En tot slot horen we over hoe dat nou vorm krijgt in de praktijk. En we beginnen bij de vraag, waarom is er nou eigenlijk een aanpak toekomstgericht werken nodig? Wat we weten is dat 15% van de jongeren groeit op met in een kwetsbare positie met vaak meerdere problemen op verschillende gebieden. Het kan zijn dat ze geen stabiele thuis hebben, dat ze problemen thuis hebben, kampen met verslaving, schooluitval, psychische problemen hebben. En dat maakt ze dat ze opgroeien in een kwetsbare positie. En dat maakt ook dat ze voor extra uitdagingen komen te staan als het gaat over opgroeien naar volwassenheid. Vaak hebben zij wel heel veel extra bagage, ook veel levenswijsheid, maar ook veel extra bagage en daardoor vaak ook meer een soort maatschappelijke achterstand. En vanuit de situatie die ze opgroeien in de jeugdhulp, moeten ze eigenlijk versneld volwassen worden. Ze moeten zich handhaven in het zorgsysteem en ook nog eens vroeg op eigen benen gaan staan. En het systeem volgt op dit moment nog niet het tempo van ontwikkeling van jongeren, maar is nog heel erg toegespitst op de grens van 18, ingericht naar de jeugdwet en de WMO en de 18-plus-wereld. Dus er is nog een hele harde grens rondom 18 jaar. En die aanpak is daarom heel erg noodzakelijk. Dat is omdat we daarmee ook een soort maatschappelijk vangnet willen creëren voor deze jongeren. Tegelijk de ondersteuning willen bieden die zij nodig hebben en kunnen bieden. En ook de schotten veel meer te doorbreken die we daarin tegenkomen in de systemen. En er zijn een aantal maatschappelijke uitdagingen die we heel erg zien in het opgroeien naar volwassenheid voor deze kwetsbare de jongeren in die kwetsbare posities. Dat is dat er dat ze eigenlijk qua schooluitval dat het heel erg toeneemt. Dat veel meer jongeren te maken hebben met risicovolle schulden, vaak ook in combinatie met het onderwijs. En dan zie je ook dat dat vaak problemen zijn die met elkaar samenhangen. Want als het dan op school niet goed gaat, jongeren die schulden oplopen, betalingsachterstanden oplopen, daardoor ook vaker afwezig zijn, die kunnen daardoor ook in de problemen komen op de plek waar ze wonen, omdat dat heel erg linkt aan het feit dat ze die studie volgen. Dus dan stort het eigenlijk als een soort kaartenhuis in elkaar. Nou, een ander belangrijke gegeven wat vanuit RVS in een rapport in april verscheen, is dat het aantal daklozen heel erg toeneemt en dat er ook een hele grote stijging te zien is onder jongeren. Natuurlijk heel erg zorgwekkend is, omdat we al jarenlang heel veel inspanning verrichten met z'n allen om juist jongeren die stevige basis mee te geven. En dat voor een hele grote groep jongeren dus nog steeds niet lukt. En een advies in het rapport is ook om heel veel focus te leggen op een stabiel thuis. Dus dat is eigenlijk je basis voor herstel, een dak boven je hoofd. En er is nu door de VPRO, door Argos, een mooi drieluik gemaakt. Dat is ook terug te luisteren in een podcast via de VPRO.
En die besteden ook aandacht aan die vraag, hoe komt het nou dat er zoveel meer jongeren op straat terechtkomen? En daar laat ik mijn licht ook nog even schijnen op dat vraagstuk. En komende zaterdag en de zaterdag daarop zullen de twee volgende delen van de drieluik uitgezonden worden. Dus dat is de moeite waard. En tot slot wou ik nog toelichting geven op de problemen die we zien rondom de overgang 18-18+. Er is ook een hele mooie analyse gemaakt op complexe casuïstiek vanuit het ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd. En dan zie je dat met name in die overgang voor jongeren met hele complexe problematiek, dat het heel ingewikkeld is om tot een goede vervolgplek te komen. Dus de hele aanloop daarnaartoe, tijdig zien wat er nodig is en dat vervolgens ook nog organiseren, blijkt gewoon een hele grote uitdaging. Dus er is een grote groep jongeren binnen die complexe casuïstiek waar je dus ziet dat dingen nog steeds misgaan. En eigenlijk een heel belangrijk verschil is dat je, als je kijkt naar hoe oud jongeren gemiddeld zijn tegenwoordig, als ze op zichzelf gaan wonen, dan ligt dat ongeveer op 24,5. Terwijl voor jongeren in de jeugdhulp zij eigenlijk versneld met 18 zelfstandig moeten gaan worden. Dan wil ik nog iets toelichten op wat komen we dan tegen in dat systeem wat het zo ingewikkeld maakt. Als je kijkt naar wat het doorbreekt van die knelpunten en hoe we nou die ondersteuning aan jongeren echt kunnen verbeteren, dan vraagt dat we met z'n allen heel erg investeren in een eenduidige en een lange termijn visie. En dat we daar ook echt commitment op uitspreken. Want hier staan we met elkaar voor als professionals, als organisaties, als gemeenten en regio's. Zeggen we, dit is wat we belangrijk vinden en hier committeren we ons aan en we laten pas los als we dat voor elkaar hebben. En daarin is het heel erg belangrijk dat we aandacht hebben voor het creëren van die stabiele basis voor jongeren. En dat gaat heel erg over dat ze een dak boven hun hoofd hebben, dat onderwijs en werk op orde is, dat ze een perspectief hebben naar de toekomst. En de jeugdhulp moet daar echt ondersteunend aan zijn. De laatste die ik nog even wil toelichten is dat op dit moment het tekort in de jeugdhulp die knip bij 18 heel erg verergeren. En dat is best wel zorgelijk om te zien dat door die tekorten eigenlijk heel erg door gemeenten wordt aangestuurd om de kosten op verlengde jeugdhulp terug te dringen. Wat ook heel erg begrijpelijk is, maar tegelijkertijd zie je daardoor dat er weer heel erg veel gedrukt wordt op het uitstromen van jongeren uit de jeugdhulp. En daardoor is die knip van 18 weer heel erg scherp. En tot slot vraagt het gewoon dat we heel erg samenwerken in het 18-min en het 18-plus veld. Zowel het organiseren van het aanbod, integraal inkopen, zorgen dat we dit samen doen met organisaties. Maar ook tussen professionals, dat er heel veel uitwisseling is tussen het domein jeugd, de professionals van de WMO en van het sociaal domein. En de vraag wat ik eerder ook al zei is, er zijn heel veel beelden bij wat toekomstgericht werk nou eigenlijk inhoudt. Wij hebben daar natuurlijk ook inmiddels best wel een beeld bij. Maar we zijn ook heel erg benieuwd naar wat het bij jullie oproept. Dus de vraag is, zet het in de chat. Wat versta jij onder toekomstgericht werken? Maurits, die zal een aantal van jullie antwoorden toelichten. Jazeker, al komt er nog niks binnen. Dus ik wacht met smaak af. Het mag ook kort in steekwoorden, maar wat roept het bij je op als je denkt aan toekomstgericht werken met jongeren? In ieder geval, Brechtje, typte iemand tijdens jouw verhaal dat het heel herkenbaar was. Ik denk voor velen herkenbaar en soms pijnlijk herkenbaar. Wat er genoemd wordt, is op tijd beginnen om samen met jongeren een plan te maken voor de toekomst. Wat is er nodig om daar te komen? Dus op tijd en samen. Op ontwikkelen potentieel. Dus ik denk kijken naar krachten, talenten, dat soort dingen. Lange termijn, de jeugdige centraal. Nog een keer lange termijn. Op tijd beginnen, rond je 16e al. Niet naar de problemen nu kijken, maar naar de mogelijkheden van de toekomst. Mensen zijn het best wel eens. Mooi. Heel veel herkenbare reacties. Dat is fijn. Vanuit de relatie. Wat zei je, Maurits? Vanuit de relatie komt er nog binnen. Ja.
Mooi om dan vanuit die reacties ook even een brug te maken naar vanuit welke visie wij werken. En dan wil ik even terug naar een filmpje wat jullie als het goed is gekregen hebben van tevoren van Amber. In de uitnodiging. En dat filmpje dat laat een gesprek zien tussen jongeren uit de jeugdhulp en jongeren die vanuit huis opgroeien. En dat zijn 5 jongeren vanuit jeugdhulp en 5 jongeren vanuit thuis. Die over verschillende onderwerpen met elkaar in gesprek zijn. Nou, we hebben uiteindelijk 7 uur materiaal. Dat waren hele interessante gesprekken. Dat zou eigenlijk verplichte kost moeten zijn voor iedereen. Om eens te luisteren naar wat jongeren daarin nou tegenkomen en belangrijk vinden. Er waren ook echt 2 werelden die bij elkaar kwamen. En dat vonden ze zelf ook best wel schokkend. Dat die werelden zo gescheiden zijn. Hè, dat ze elkaars wereld eigenlijk helemaal niet zo goed kennen. En de thema's die heel erg naar voren kwamen, vond ik in dat filmpje. En het contrast wat heel erg scherp werd, is dat de jongeren vanuit die in een kwetsbare positie opgroeien, veel minder vertrouwen hebben. En het begint eigenlijk met vertrouwen in zichzelf, maar ook met vertrouwen in de mensen om zich heen en vertrouwen in de wereld. En dat is heel erg cruciaal voor hoe je naar je omgeving kijkt, maar ook naar het accepteren en vragen van hulp. En het gaat ook over ruimte voor ontwikkeling. Jongeren die vanuit jeugdhulp opgroeien, hebben vaak die ruimte en die rust en die tijd niet. Want die zijn heel erg aan het overleven. Dus het maakt heel veel verschil of jij in je eigen tempo je eigen ontwikkeling kan, je eigen pad kan volgen en ook de rust en de ruimte ervaart. En je zag dat die jongeren die vanuit huis opgroeiden heel toevallig allemaal een tussenjaar hadden. En dat is wel een soort luxe eigenlijk, want je ziet dat die jongeren die aan het overleven zijn, die zijn helemaal niet bezig met een tussenjaar. Die zijn bezig met, waar slaap ik volgende week? Ga ik nog naar school of niet, contact met mijn ouders. Dus dat zijn hele, hele grote verschillen. En tot slot het vangnet wat je wel of niet hebt. En de steun waar je op terug kunt vallen. En dat gaat over natuurlijk financiële steun, emotionele steun, praktische steun. Als het even niet lekker gaat met je, bij wie kun je dan terecht? En wie helpt je weer om de boel op orde te krijgen? Dat waren eigenlijk de 3 belangrijkste contrasten. Vanuit die gesprekken en vanuit wat we ook hebben gehoord van jongeren, wat zij heel erg belangrijk vinden in hoe zij begeleid worden, is dat er aandacht is voor de basis. Dat de basis op orde komt, zodat er minder tijd gaat zitten in het overleven en dat ze kunnen gaan leven. En die tijd en ruimte ontstaat op het moment dat zij die stabiele basis hebben. En die vertalen wij naar 5 punten, dat noemen we de Big 5. Dat gaat over support, heb je een vangnet om op terug te vallen. Dat gaat over een woonplek, dat gaat over perspectief, naar school gaan en uiteindelijk een betaalde baan hebben. Over financiële zelfredzaamheid, je eigen inkomen, geen schulden. En tot slot natuurlijk, hoe zit je in je vel? Je welzijn, je psychisch welbevinden, hoe gaat dat? En heb je daar ondersteuning op nodig? Dus de visie is, we laten jongeren niet los totdat die Big 5 op orde zijn. En dat is de focus van toekomstgericht werken. Is eigenlijk wat toekomstgericht werken inhoudt. Nou, en daarin hebben we een aantal belangrijke uitgangspunten of leidende principes. De leefwereld van de jongeren staat altijd centraal. Daar vertrek je uit. Dat betekent ook dat je die jongeren natuurlijk goed moet leren kennen. Waar ben je? Met wie ga je om? Hoe ziet jouw wereld eruit? Wat is voor jou belangrijk? En vooral ook wie zijn voor jou belangrijk? En wat vindt jouw netwerk en de mensen om jou heen dat er nodig is? En kunnen ze je daarin ondersteunen? En we vertrekken altijd vanuit eigen verantwoordelijkheid en regie. En helpen die jongeren ook om dat te pakken. Ook met het idee van opgroeien gaat met vallen en opstaan. Jongeren gaan sowieso onderuit. Maar dat maakt nogal een verschil of je heel hard onderuit gaat. En daarmee alles op het spel zet. Of dat je met een beetje steun weer in het zadel geholpen wordt. Het gaat uiteindelijk over het creëren van minder stress. Dat er meer ruimte voor die groei en ontwikkeling komt. Dat er ook focus is op wie ben jij en wat heb je in huis en wat kun je. En eigenlijk als je kijkt naar de begeleiding van die jongeren gaat het heel, en dat is ook wat ze zelf continu teruggeven, het gaat heel erg over een relatie hebben. Jongeren kennen en snappen wat er voor jongeren op het spel staat. Dus tijd, geduld en vertrouwen. En dit doen we door onze hulp af te stemmen op het plan van de jongeren. We bieden doorlopende ondersteuning en een soepele overgang naar volwassenheid. En we kijken naar het versterken van jongeren met die stevige basis op de Big 5. Dat zijn eigenlijk de 3 belangrijkste principes van onze aanpak.
En dan wil ik nu het woord geven aan Maurits, die ons wat meer mee gaat nemen in het perspectief van ervaringsdeskundigheid en hoe je daar als professional mee om kan gaan. Yes, dat deel wil ik graag beginnen met een video. Ik las al uit de chat dat iemands hersenen vandaag wat minder werken door de hitte. Dat geldt ook zo voor ons digitale systeem. Dus er zit een klein beetje vertraging en hapering in. Maar ik denk dat jullie hem goed genoeg kunnen bekijken. Amber, bring it on. Het geluid mag wat harder, Amber. We beginnen hem even opnieuw met hopelijk geluid. Yes. Welkom allemaal. Bedankt dat jullie vandaag hierheen zijn gekomen. Om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen. Om te beginnen hebben we jullie in een hokje geplaatst. Op basis van welke plek je in de jeugdzorg hebt. Dat zijn jongeren en jongvolwassenen. Ouders. Pleegouders en verzorgers, hulpverleners die de vorige twee groepen begeleiden en ondersteunende diensten die hun werk mogelijk maken. Om kennis te maken ga ik jullie een paar vragen stellen. En als je erin herkent, mag je naar het vak in het midden lopen. Ik wil jullie vragen zo eerlijk mogelijk te antwoorden. Dit zijn wij. Wij die wel eens drugs hebben gebruikt. En wat als ik je vertel dat alcohol ook gewoon drugs is? Wij die verliefd zijn. En wij die wel eens eenzaam zijn. Wie identificeert zich als LHBTQI+, dus is niet hetero of niet cisgender? Dankjewel. Wij die familie hebben met een psychische kwetsbaarheid. En ook wij die zelfmoord hebben meegemaakt in de omgeving. Wie is er op school een jaar blijven zitten? Iedereen voor wie het maar één jaar was mag terug. Wie meer dan één jaar is blijven zitten mag blijven staan. Wie is er meer dan 3 jaar blijven zitten? Wij die soms gewoon meer hebben aan een knuffel dan aan een superlang gesprek. En zij die de toekomst positief tegemoet zien. Wie heeft het idee dat je opvoeden nooit helemaal goed kan doen? Wij die jeugdzorg of therapie hebben gehad. Wij die zich daarvoor schamen. En degene die dat niet hadden, maar terugkijkend beseffen dat het wel nodig was. Wij die vinden dat hulpverleners meer ervaringskennis moeten delen. En tot slot, wij allemaal die vinden dat de jeugdzorg wat meer liefde kan gebruiken. We hebben vandaag laten zien dat we meer overeenkomsten hebben dan dat we verschillend van elkaar zijn. Laten we in de hulpverlening minder vanuit onze rol werken en meer als medemensen samenwerken vanuit gelijkwaardigheid. Wie het daar maar eens is, mag achter me komen staan. Yes. In deze video werd ook genoemd wie ziet de toekomst positief tegemoet in?
Terwijl ik met sommige van de jongeren buiten had staan praten dat het hartstikke slecht met ze ging of er was iets gebeurd in de privésituatie, toch liepen ze om de positieve toekomst, dat ze wel een positieve toekomst voor zich zien. Dus in het kader van toekomstgericht werken en wat jullie in de chat hebben gedeeld, ook richten op de positiviteit, die sloot daar heel erg bij aan. En de Big Five die Brechtje noemde, daar hebben we ook verschillende vragen over gesteld deze mooie dag. En bij alle vijf liepen er heel veel verschillende mensen. Als het ging om schulden, als het ging om geen huis kunnen krijgen, als het gaat om vroeger toen je nog jong was, of nu, nu je je nog jong voelt of oud bent. In alle gevallen dachten mensen, waren er echt veel mensen die liepen, maar dus ook vanuit de verschillende vakken. Want wij bij het voorbereiden vroegen we ons af, of wilden we de vraag beantwoorden, wat betekent toekomstgericht werken voor de mensen die we begeleiden, maar ook voor de professionals. En na het kijken van de video besefte ik wederom dat we dan weer in twee vakken denken. Terwijl ook hier in deze webinar van de 50 aanwezigen vast genoeg mensen zijn die in meer vakken kunnen zijn, plaatsen zichzelf. Die ook een keer cliënt zijn geweest, die zich nog identificeren als jongeren, die kinderen hebben. En daar wilde ik het met jullie heel even over hebben vandaag. Dan mag hij naar de volgende dia. Want we nemen allemaal onze eigen rugzak mee naar het werk. En die rugzak zit vol met gereedschappen. Gereedschap heb je erin gestopt tijdens je opleiding om beter je werk te doen. Maar dat gereedschap is al begonnen in je jeugd om je rugzak te vullen. Maar wat er voor nodig is om het goed in te zetten, is dat je er eerst een keer goed naar kijkt. Dat je al die tools in die rugzak sorteert, dingen die niet functioneel zijn om mee te nemen naar je werk of in je werk in te zetten. Dat je die in een zijvakje doet, al dan niet met een slotje erop. En de dingen die iets kunnen toevoegen om te delen, dat je die boven in je rugzak stopt. En vaak is dat je praktijkkennis, al je ervaring in het werk of uit je opleiding. Soms gebruiken we ook wetenschappelijke kennis. Maar wat ik jullie vandaag wilde meegeven is dat we hopen vanuit de ervaringsdeskundige dat jullie veel meer je ervaringskennis kunnen, mogen, willen en durven in te zetten en te delen. Want het thema van vandaag is vakmanschap. Ik noem het inzetten van ervaringsdeskundigheid eigenlijk altijd een ambacht. Het is een beetje het werken als hulpverlener eigenlijk ook. Want zoals de bakker een croissant bakt, we weten allemaal hoe die er ongeveer uitziet. Maar die Brechtje uit de supermarkt haalt, die is heel anders dan Amber bij de bakker koopt. En als ik hem probeer te maken uit een blikje uit de oven, dan komt hij er al helemaal anders uit te zien. Maar het zijn allemaal croissants. En dat is ook in ons werk. Als je mij als ervaringsdeskundige inhuurt, krijg je iets heel anders dan een andere ervaringsdeskundige. En van de ene hulpverlener krijg je iets anders dan de andere hulpverlener. Dus de titel van vandaag, een vak apart of een ambacht. Dat is eigenlijk net als bij de jongeren. Er zijn veel meer wegen. Zoek vooral je eigen pad. Maar neem je ervaringskennis vooral mee. En gebruik hem en benut hem. En deel het met je collega's. En met de mensen die je begeleidt. Want als het gaat om toekomstgericht werken, is volgens mij het delen van ervaring een manier om toekomstgericht te werken. Er werd in de chat al gedeeld werken vanuit de relatie. En dit is een van de dingen die ik in mijn jeugdzorgverleden heb ervaren. Dat de mensen met wie ik een beste relatie opgebouwd had. Eigenlijk herinner ik me nog 5 mensen echt heel goed. En dat waren de mensen van wie ik wist dat ze een... het ging van light ervaringskennis. Van dat ze op vakantie waren geweest. Of dat ze nog aan het studeren waren. En dat ze snapten hoe zwaar mijn studie was. Tot aan mijn laatste therapeut die deelde over haar hechtingsproblematiek en over het opvoeden van haar eigen kind. En die echt als haar hele ervaring met me deelde. Maar rondom het thema van vandaag, de overgang 18-18+, de Big Five, jullie rugzak zit vol met ervaringen. Dus benut die. En ik wilde met jullie als overgang naar het vorige deel dus heel even daar vast naar terugspoelen. Want we weten uit onderzoek dat in onze kenniseconomie kennis eigenlijk helemaal niet meer zo binnenkomt. En wat werkt is empathie, wat werkt is je gevoel. En uit onderzoeken weten we ook dat welke behandelmethode je ook gebruikt, of de protocollen of alles waar we te veel aandacht aan besteden. Het gaat erom, ben jij jezelf, zodat ik als cliënt mezelf kan zijn en hoe is onze relatie? En om even naar dat gevoel te gaan.
omdat toekomstgericht werken toekomstgericht denken is, maar ook toekomstgericht voelen, wil ik vragen om even idealiter je ogen te sluiten, maar ik kan niet checken of jullie het doen, maar even terug te gaan naar jezelf. En terug te gaan naar je gevoel van toen je 18 was. Hoe voelde je je toen je zo jong was? Wat waren je dromen? Hoe zag je de toekomst? Wat is daarvan waar geworden? Waren je dromen realistisch? Of bedrog? Wat had je nodig? Waar had jij op je 18e nou echt behoefte aan? Kreeg je dat ook? Of zijn niet al je behoeftes op die leeftijd vervuld? En als afsluiter, wat zou je tegen die jonge 18-jarige willen zeggen met al je kennis en ervaring van nu? Dank jullie wel. Jullie even stil laten staan bij je jongere ik was een voorbereiding op het volgende onderdeel met Sjors, om te ervaren hoe het bezig is om zelf met je toekomst bezig te zijn. Yes, dankjewel Maurits. Hoe is het nou om zelf met je toekomst bezig te zijn als jongere? Ik kom vandaag wat vertellen over hoe wij dat op een manier doen, ook bij Level. Dat doen wij middels een training, de training krachttien. In je kracht naar 18 is daar de ondertitel van. En tijdens de training gaan we aan de slag met het toekomstdenken. Het is een training voor jongeren vanaf 16 jaar. En tot ongeveer 23, maar ook ouder kan nog wel, als jongeren er maar baat bij hebben. Training bestaat uit 4 bijeenkomsten. Elke bijeenkomst duurt 2 uur. Waar we eigenlijk niet per se heel veel informatie geven. En dat ze echt met precies weten hoe ze het moeten doen in de toekomst naar buiten gaan. Maar meer een start te maken met het nadenken over de toekomst en wie je daarbij kan gaan helpen. De focus is vooral tijdens training op de bewustwording. Over dat je zometeen naar zelfstandigheid toe moet. En het activeren van de gedachte hoe daar naartoe te komen. De vragen die daarbij heel vaak gesteld worden tijdens de training, die er als een rode draad doorheen lopen, zijn de vragen: wie ben je, wat wil je, wat kan je zelf, en waarbij heb je hulp nodig en wie vooral kan je daarbij helpen. En dat wie stukje is iets wat bij elke bijeenkomst terugkomt, om te kijken hoe je zelf, maar ook met het netwerk om je heen, daar naartoe kan werken. Ik wil in het kort eerst nu even de bijeenkomsten een beetje doorlopen en daar wil ik u ook 2 oefeningen van de training zelf laten ervaren. Laten we beginnen bij bijeenkomst 1. Toekomst, dromen en drijfveren. In deze training staat eigenlijk vooral kennismaken centraal tussen de jongeren. De training wordt in groepjes gegeven van 4 minimaal tot 8 à 10 jongeren. En dat kan soms spannend zijn voor de jongeren zelf ook. Dus in die training staan we vooral bewust bij het stukje kennismaken. Een veilige omgeving maken voor de jongeren. En daarbij gaan we kijken naar de talenten van de jongeren. Wij doen met talentenkaartjes waarbij jongeren zelf een aantal talenten mogen uitkiezen. En die ze mogen delen met andere jongeren. En welke talenten ze nog willen ontwikkelen graag in de toekomst. Daarnaast staan we stil bij levensmotto's. Hoe staan jongeren in het leven? Hierbij mogen ze zelf een levensmotto kiezen of levensmotto's die we op kaartjes hebben staan. Daarbij mogen jongeren een eigen invulling geven. En zo gebeurt het ook heel vaak dat jongeren hetzelfde levensmotto kiezen, maar een totaal andere invulling eraan geven. Dus altijd denk ik belangrijk om daar goed naar te kijken wat jongeren zelf als invulling geven over hoe zij op dit moment het leven zien en ook hoe ze dat in de toekomst zien. Dat zijn vaak wel 2 verschillende dingen ook. Tijdens de training maken we daarnaast ook gebruik van iPads, waar ze bepaalde oefeningen op kunnen doen en bepaalde informatie op kunnen halen. En tijdens de eerste training stellen we ze de vraag wat ze denken nodig te hebben om een gelukkig en zelfstandig leven te leiden. En daar gaan we vervolgens met elkaar over in gesprek. Daarnaast krijgen ze een eigen werkboekje met verschillende QR-codes waarin ze kunnen werken. Die gaat de hele training mee en die kunnen ze uiteindelijk ook mee naar huis nemen om weer terug te kijken wat ze hebben opgestoken van de training. In de tweede bijeenkomst staat wonen en inkomen centraal. Is het niet zo dat wij precies gaan uitleggen hoe ze dat moeten doen. Maar staan we op het begin vooral stil bij hoe het nou is om op
jezelf te wonen of met andere mensen te wonen. Wat voor gevoelens en gedachten ze daarbij hebben. Wat maakt een woning fijn? En hoe kan je van een huis je eigen thuis maken? Een stukje praktisch besteden we ook aandacht aan. En dat doen we middels een casus. Waarbij jongeren een verhaal krijgen of uit verhalen kunnen kiezen. Met verschillende profielen en inkomens en mogelijkheden. Opleidingen, die mogen ze zelf kiezen. En dat doen ze in tweetallen. En daarna moeten ze voor dat profiel van iemand met een bepaald inkomen, met een bepaald verleden, met een bepaald doel, bepaalde opleidingswensen, een eigen woning gaan uitkiezen. En gaan ze aan de slag om te kijken hoe ze daar naartoe kunnen komen. Dus wat hebben ze nodig om tot naar die woning toe te gaan? Hoe hoog moet hun inkomen zijn? Hebben ze bijvoorbeeld recht op huursubsidies? En hier gaan ze met z'n tweeën aan de slag daarmee om daarin naar te kijken. Daarbij mogen ze de iPad gebruiken om alles op te zoeken als ze daar vragen over hebben. En daarnaast mogen ze ook, als ze er zelf niet uitkomen, de vragen aan de trainer stellen. En daarna mogen ze aan elkaar terugkoppelen wat ze hebben gevonden. En eigenlijk bij die oefening zie je vaak bij de jongeren dat het ze verbaast hoeveel mogelijkheden er eigenlijk zijn. En dat ze daar nog nooit over hebben nagedacht ook. Tot slot van die training gaan ze het ook kijken naar hun eigen situatie. Dus wat ze hebben geleerd vanuit de casus bespreken met elkaar. Koppelen ze hem terug naar hoe ze dat zelf zien voor hun eigen situatie. En op wat voor termijn ze eigenlijk hun eigen stap willen maken naar zelfstandigheid met betrekking tot wonen. In bijeenkomst 3 gaat het vooral over welzijn. Hoe gaat het met je? Hoe voel je? Hoe zit je in je vel? We doen dit door ook vooral met elkaar in gesprek te gaan. Dingen te delen. Wij gebruiken ook weer de iPads. Waarbij de jongeren in mogen vullen antwoorden op de vraag. Wat is goed voor jezelf zorgen? Hoe doe je dat? Met wie doe je dat? En daarnaast laten we foto's zien met onderteksten erop. Waarbij bijvoorbeeld de jongere alleen thuis in zijn bed zit. Dat hij zijn bed niet kan uitkomen. Dat er iemand in de ochtend al een sixpack bier op heeft. De hele dag zit te blowen, die naar school gaat. En stellen we de vraag, maak je hier zorgen om, ja of nee? En als iedereen dat heeft aangegeven, dan gaan we erover in gesprek waarom de ene zich wel zorgen maakt en de ander zich niet. En stellen we vaak de vraag, als jij dit zou zijn, wie zou zich dan zorgen om jou maken? Of zou er niemand zich zorgen maken omdat het normaal is volgens jullie? En gaan we daar het gesprek over. Deze training maken we echt een start met het stukje support ook. Of al bij elke vraag te stellen, wie zijn er voor jou als jij je niet goed voelt? En bij wie kan je terecht en wie gaat je helpen? Vervolgens in bijeenkomst 4 gaan we daarop verder. Daar staat het stuk support echt centraal en gaan we met elkaar aan de slag. Om te kijken hoe ziet je eigen netwerk eruit? Wie zijn daarin belangrijk voor jou? Waarom zijn die belangrijk voor jou? En wie vraag jij om hulp als het nodig is? Daarin maken we ook het onderscheid tussen de formele en informele support. En kijken we ook wie je waarvoor kan gebruiken. En hoe je dat ook samen kan voegen. Zodat het geen twee verschillende dingen zijn, maar dat ze ook met elkaar aan tafel zitten. En dat je niet het ene gesprek hebt met de hulpverlener, de andere gesprekken hebt met je tante, opa of oma of beste vriend. Maar dat je dat ook samen kan doen. En tot slot sluiten we af om een toekomstplan te maken met de jongeren. En dit doen we door de vragen op de Big Five te stellen. Wat wil je op dat gebied? Met wie wil je dat gaan doen? En hoe kun je dat gaan bereiken? Dat is eigenlijk een start wat we willen meegeven na de training. Dat ze dat plan zelf hebben gemaakt. Dat ze dat vervolgens met de hulpverlening en hun netwerk verder gaan doorpakken. Zodat de training eigenlijk een startpunt is om met de toekomst bezig te zijn. Dan nu naar het stukje ervaren. Ik wil graag 2 oefeningen met jullie doen. Met de jongeren doen we dit via Google Maps en Street View. Dat ze echt laten zien. Maar stellen we de vraag, waar heb je het fijnst gewoond? En bij deze ook de vraag of jullie in de chat willen zetten wat voor plek dit was. Je hoeft je adres natuurlijk niet neer te zetten. Maar vooral de plek waarom het was, waarom die plek zo fijn was. Was dat door de mensen die er waren, de plek zelf, de plek waar je woonde? Gaf het een bepaald gevoel? Denk daaraan en zet het vooral in de chat. En dan gaat Maurits daar ook wat reacties op halen. Yes, en ondertussen uit de chat. Irma bekruipt het gevoel dat je de krachtteam bijeenkomsten en vragen met alle leeftijdsgroepen kan doen. Ik denk dat ook wel het... het is niet leeftijdsgebonden, denk ik, of je met dingen zit of nog dingen kunt ontwikkelen. Dus misschien
Punt voor jou, Irma. Ja. Ondertussen komen de antwoorden binnen. Iemand woont het fijnst, Kirsten, waar ze nu woont. Margreet, haar laatste kamer, 25 jaar, nog steeds bevriend met de mensen. Dus als je zei, ging het om de plek of de mensen, dan ging het daar zo te horen om de mensen. Iemand anders een huidig huis met de reden dat je daar nu zelf kan bepalen hoe je leeft en wie er binnenkomt. Iemand... Die horen we ook vaak bij de jongeren als we die vragen. Ja. Amsterdam, daar kan je echt jezelf zijn. Ik kom uit een dorp, dus dat is meer de brede omgeving. Niet het was niet mijn antwoord, ook al geldt het ook voor mij. Een oud monumentaal pand met ramen aan de straatkant. Dus dat gaat meer over de sfeer van je huis. Rust en harmonie. Dus dat is het gevoel wat je benoemde. Leon die verlangt terug naar zijn studentenhuis in Rotterdam. Om de vrijheid te hebben om te werken aan zijn toekomst. Iemand anders noemt familie. Elvira. Die was thuis bij haar ouders, zusje en broertje. In een klein dorp omringd met die mensen. Het gelukkig wil ik niet zeggen, dat staat er niet letterlijk, maar die realiseert zich nu pas hoe fijn het was. En dat vele anderen dat niet kunnen ervaren. Ja. Maar studententijd is flink populair. Daar verlangen heel veel mensen weer naar terug. Ja, leuk. En het is leuk om te horen dat... dit geven jongeren vaak ook aan. Alleen wat bij de jongeren in de training vaak het geval is, het zijn natuurlijk allemaal jeugdzorgkinderen. Kinderen die al heel lang vaak in de jeugdzorg zitten. Die hebben vaak ook op heel veel plekken gewoond. En dat is niet altijd even fijn geweest. Dus het is vaak ook soms een hele confronterende oefening. Waarbij we ook duidelijk aangeven dat jongeren zich veilig moeten voelen. En we hebben ook aan kunnen geven als ze er even niet aan mee willen doen. Of als ze liever niet delen. Maar dat ze er zelf over willen nadenken. En zoals je hier ook ziet wat de redenen zijn waarom het fijn is. Dat vragen we bewust eigenlijk voor de oefening die erna komt. Die ik ook met jullie wil doen. Wat jullie ook in de chat kunnen zetten. Wat het verschil is tussen een huis en een thuis. Op deze manier kijken we tijdens het toekomstgericht werken en toekomstdenken ook een beetje dus naar het verleden. Wat een huis nou een thuis kan maken, een fijne plek. Dus dat is de volgende vraag die jullie graag wil stellen in de chat. Wat is het verschil tussen een huis en een thuis? Een huis is dan dus gewoon dak boven je hoofd en de muren om je heen. En het thuis is het fijne gevoel wat je daar hebt en dat je daar jezelf kan zijn. Om de tijd op te vullen, leef ik me even in zo'n puberaal jong wat dan in die training zit. En dan zou ik zeggen, het verschil is een thee. Ik weet niet of dat antwoord heel vaak genoemd wordt, maar... Ja. Oké. Okay. Een huis heeft een dak boven je hoofd. Een thuis, daar ben je graag. Daar mag je jezelf zijn. Kirsten, warmte, vertrouwen, mensen en ontspanning. Jezelf zijn, geborgenheid, veiligheid komt weer terug. Kim, mooi. Thuis is waar jij zelf op je best bent. Waar je jezelf kunt zijn en wat veiligheid geeft. Een huis zijn alleen maar de muren. Liefdevolle mensen om je heen. Een huis biedt fysieke bescherming tegen bijvoorbeeld het weer. En thuis biedt bescherming op persoonlijk vlak. Mooi, Anne. Erg mooie dingen inderdaad. En dit is ook wat we vaak ook wel terughoren van de jongeren. Het gevoel van de mensen om je heen, zeggen ze vaak. Maar sommigen zeggen ook vaak waar ik alles mag bepalen. De jongeren die wij in de training hebben, die komen vaak uit groepen. Uit gezinshuizen. Waar veel regels zijn. Zij zeggen vaak, een huis is gewoon een plek waar je zit. Ik heb al in 6 huizen gezeten de afgelopen jaren, zeggen ze wel eens. En een thuis, daar wil ik graag naartoe. Of daar ben ik ooit weggegaan en ik wil weer terug naar thuis. Deze twee oefeningen, die doen we gelijk naar elkaar. Daar nemen we eigenlijk normaal een half uur de tijd voor. En waar jongeren ook best wel zeggen dat het soms heel confronterend is. En dat dit vragen zijn waar ze ook niet vaak over nadenken. Omdat op het moment dat ze bezig zijn met een woning in de hulpverlening vaak ook, gaat het over het hele praktische stuk. Dus oké, welke plek wil je naartoe? Waar ga je naartoe? Hoe ga je het regelen financieel? En hoe ga je het volhouden dat je daar financieel je huur kan betalen? En eigenlijk deze vragen worden soms vergeten. Hoe je van een huis dus echt een thuis kan maken. Daarom merk ik vaak bij de jongeren dat zij het ook echt leuk vinden om deze vragen te beantwoorden. Dat het ook een andere kijk geeft op je plek waar je naartoe aan het werken bent.
En niet alleen maar op het praktische stukje. En dat was mijn onderdeel. En dan geef ik het woord graag aan Lonneke. Een van de rollen die ervaringsdeskundigen vervullen is dat je een bruggenbouwer bent. Dus ik bouw even een bruggetje naar Lonneke. Want als ik terugga naar mijn jongere ik, zoals ik al zei, ik werd uit huis geplaatst. In 5 VWO kwam ik in een pleeggezin, niet lang daarna op een leefgroep. En voordat ik ging studeren zat ik toch ineens weer bij mijn ouders thuis. Ik volgde het eigenlijk niet. Terugkijkend liet ik me leiden. Terugkijkend nu ik in een vakteam heb gewerkt, gezinnen thuis heb begeleid en in de jeugdzorg werk, snap ik het wel. We willen zoveel mogelijk jongeren thuis, omdat het beter schijnt te zijn, maar vooral ook goedkoper is natuurlijk. Maar eerlijk gezegd was bijna alleen het wonen uit de Big Five daarmee opgelost, mij weer terug bij mijn ouders zetten. Ik had geen plan, ik wist niet of anderen een plan voor me hadden. Dus is het tijd om het te gaan hebben over werken vanuit het eigen plan van de jongeren met Lonneke. Tada, daar ben ik. Eigenlijk als ik zo mijn collega's hoor hiervoor, hè, dan ook uit de training. Het is vooral bij ons toekomstgericht werkers vooral ook het activeren en het bewuster maken van jongeren. En het versterken van hun support. Dat ze zelf meer grip krijgen op hun eigen leven. Je ziet ze vaak in standje overleven staan. En wij willen eigenlijk dat ze nou weer wat meer regie krijgen en zelf hun eigen pad kunnen gaan bepalen. Want er is al heel veel bepaald de afgelopen jaren vaak. En we proberen ze eigenlijk meer die aanknop. Dus minder het praktische deel. Dat is natuurlijk ook onderdeel van toekomstgericht werken. Dat moet je allemaal regelen als je 18 wordt, et cetera. Maar het is ook echt proberen jongeren in de aanstand te krijgen. Met het implementeren binnen level hebben we natuurlijk ook wel gezien dat professionals zeiden, ja, maar dat doe ik al lang. Weet je, wat is dit nou weer voor nieuws? Nou, waarschijnlijk is het ook niet voor iedereen even nieuw. Maar dat doe ik al lang, dat is wel te makkelijk gezegd. Je ziet dat er best vanuit praktijk best wel aanbodgericht gewerkt is de afgelopen jaren. En dat vraaggericht natuurlijk een mooi woord is. Maar hoe geef je dat nou ook echt vorm? En vraaggericht werken en aansluiten op de jongere zijn of haar wensen en mogelijkheden, ja, dat vraagt wel een andere benadering en dat vraagt iets anders van professionals. Er staan nu 6 bullets, maar dat kunnen er nog veel meer zijn. En het vraagt in ieder geval wel het tempo volgen van jongeren en echt kijken wat drijft jou en waar wil jij naartoe. En dat moet je niet alleen doen. Wij zijn maar tijdelijk. Dus vooral ook doe dat samen met degene die om de jongeren heen staan of die daar een belangrijke rol in zouden kunnen vervullen. Dus dat is, dat kan een Jim zijn, maar dat kunnen ook allerlei andere mensen zijn die ouders, vriendjes, vriendinnetjes, tantes, dat kan van alles zijn. Die betrekken we eigenlijk wel vanaf het begin. En wat we dan van de professional vragen is, zie jezelf niet los van hen, hè? Wees onderdeel van, maar vooral ondersteunend. Overschat je eigen rol niet per se. Hè? Vroeger gingen, toen ik opgeleid werd, was het echt vanuit het idee, nou, ik kom jou helpen. En ik weet veel, dus dat kom ik allemaal brengen. En nu is het vooral eerst in de afwachtstand. En vanuit de relatie kijken, maar wat wil je eigenlijk zelf en wat kan ik daarin bijdragen? Dus ook een stukje loslaten op je handen zitten. Dat kost tijd. Maar we zeggen wel, je hebt wel die kennis en die ervaringskennis waar Maurits het over had in huis. En dat is echt niet onbelangrijk. Dat is nog steeds wel een specialisme wat je er tegenover kunt zetten. Dus je kennis en de kaders, alles van wat je weet, moet daarbij. Nou, eigenlijk van aanbodgericht naar vraaggericht en de bewustwording, de activatie. Ook echt bedenken dat toekomstgericht werken geen checklist is. He, dus een toekomstplan waar ze mee eindigen in zo'n training krachtteam. Dat is maar een begin. Het is een begin van een proces waarin je dit soort vragen aan elkaar blijft stellen. En ook een deel van jezelf steeds blijft neerleggen op tafel. Om als vergelijk of als eventuele hoop voor de toekomst. Of hoe jij het hebt ervaren. Om samen uit te zoeken wat is nou het pad van de jongeren. Dus wij werken eigenlijk met het plan van de jongeren. Maar daartegenover zetten we ook nog een plan van uitvoering. Van wat is er dan nodig om dat ook echt voor elkaar te krijgen.
Dus, en dan, daarin gaan we heel bewust met netwerk, met jongeren op zoek naar wie gaat wat dan ook concreet doen. En als jij dit als eerste stap ziet, ook al denk ik dat het absoluut niet de eerste stap moet zijn. Ik zet het ernaast, ik zet het tegenover. We beslissen dat toch. Dan gaan we over een tijdje weer kijken hoe dat is gegaan. Maar met wie ga je dat vooral ook doen? En wat is dan mijn rol? En dat is niet per se de grootste rol, maar wel degene die de vragen blijft stellen. En die het probeert aan elkaar te verbinden. Als je kijkt naar de volgende sheet, van wat vraagt het van een organisatie. Hebben wij gemerkt dat het ook wel echt brede commitment vraagt. Niet zozeer van alleen van je eigen organisatie, maar ook van je netwerkpartners, van de financiers. Want dit kost tijd. En tijd is geld tegenwoordig. Dat was het altijd al, maar nu staat het natuurlijk nog veel meer onder druk. Dus als je dit wil doen, moet je er ook echt met z'n allen achter staan. We hebben het systeem best wel aanbodgericht, onze eigen organisatie ook, aanbodgericht georganiseerd. Dus het vraagt echt wel commitment om dingen te gaan doorbreken en anders te gaan aanpakken. We zeggen vakmanschap is echt de basis. Dus het werken vanuit presentie, werken vanuit de relatie, het systeemgericht werken bij ons. Werken, het support versterken, dus met Jim, met resource groepen, et cetera. Maar ook de big five, dus voor alles en iedereen. Het is inderdaad, de vragen die gesteld worden zijn niet alleen voor jongeren, maar gelden natuurlijk eigenlijk ook voor ouders. Hè. Bestaanszekerheid geldt voor ons allemaal. Dus als een van de pijlers van de Big Five gaat schuiven, dan voelen we hem zelf ook al. Dus we willen voor iedereen dat dat kaartenhuis zo stevig mogelijk staat. Het vraagt dus heel veel afstemming, want dit kun je niet alleen. Dit doen we echt samen. Dus we hebben anderen nodig. Het vraagt ook, wat Brechtje zei, verschuiving van samenwerken met ook andere partners, bijvoorbeeld uit het MOBW-veld, de WMO, om te kijken. Kunnen we dat doen? We starten pilots op, al jaren terug hoor, maar elke keer op zoek naar ruimte van waar kunnen we elkaar versterken, waar kunnen we elkaar vinden. Dat sluit heel erg aan bij een Q&A. Vertel. Hoe betrekken jullie het onderwijs en het volgen van een opleiding in jullie aanpak? Maar omdat je het hebt over samenwerken, hoe zit dat met onderwijs? Ja, ja, onderwijs is een belangrijke partner natuurlijk, voor geldt voor alle jongeren. We hebben 2 jaar geleden een Big Five onderzoek gedaan. Op alle domeinen dus van de Big Five, om te kijken hoe staat het er nou eigenlijk voor met onze jongeren, een soort nulmeting. En daaruit bleek ook wel dat 10% van de jongeren eigenlijk geen dagbesteding heeft. Dus geen onderwijs volgt. Dat is best een grote groep jongeren. En dat is, daar wordt wel al lang aan gewerkt, maar het is een ontzettend belangrijke partner dus ook, om dat percentage naar beneden te krijgen, maar ook de 90%. Vast te blijven houden. Want het geldt ook voor de jongeren die wel onderwijs volgen, zijn er echt niet altijd dagelijks. En zitten op de juiste plek. Dus onderwijs is een belangrijke partner. En een van de afdelingen is ook eigenlijk samenwerking met bijvoorbeeld het ROC van Amsterdam. 3H noemen we dat. Dus dat is ook echt huis, huiswerk. Weet je, dat zijn echt belangrijke onderdelen die we daar aan elkaar proberen te verbinden. Dus zeker, onderwijs nemen we daar absoluut in mee. Maar wordt nog wel vaak vergeten. Dus dat is echt wel een belangrijk punt en een goede vraag. Waar we het net eigenlijk over hebben, is vooral het belangrijkste dat we dit niet zien als een trucje, een middel. Weet je wel, een A4'tje waar je je vragen op invult en wat we met elkaar doornemen, maar dat het echt een proces is. Dus we hebben ook gezegd, het is een aanpak. Dat geeft nog wel eens wat ingewikkeldheid, omdat we hulpverleners niet per se altijd kunnen zeggen, je volgt stap 1, 2, 3 en dan ben je er. Maar we geven ze wel een aantal tools, middelen ter ondersteuning. Dat kan de training krachttien zijn, maar dat kan ook een game zijn, de toekomstgame die we ontwikkelen nu, Dream Builder. Dat kan van alles zijn, maar dat moet vooral bij de jongeren en bij de hulpverlener passen en in dat proces op dat moment. Dus dat stellen we ter beschikking. We vragen ook een heel groot deel aan de ondersteunende mensen, namelijk de gedragswetenschappers, de coaches bij ons in huis, om het toekomstgericht werken steeds op de kaart te blijven zetten. En die interne support te organiseren. Dus we hebben zelf een expertisecentrum opgericht waar mensen met vragen kunnen komen, hè, professionals. Van hoe doe ik dat nou precies?
En bij wie moet ik nou zijn als ik iets voor elkaar wil krijgen? Of ik loop tegen deze muren aan? Wat nu? Maar het is vooral herhalen, herhalen, herhalen. Je bent er niet met één keer trainen of zeggen dat we hiervoor staan. En ik hoop dat jullie dat herkennen. Soms komen we collega's tegen die dit al helemaal zich toe-eigenen. Die dit al dromen en waarvoor dit echt absoluut niks nieuws is. En soms komen we ook nog steeds collega's tegen die zeggen, ja, maar hoezo ben ik ook van wonen? Daar hebben we toch de corporaties voor die dat moeten oplossen. Wat dan ook. Schuldhulpverlening is er toch voor inkomen. Maar wij zeggen wel, we zijn van alles. We laten niet los tot de Big Five geregeld is. Je hoeft het niet alleen te doen. Doe het vooral ook samen. Haal de expertise erbij die nodig is. Maar blijf wel degene die verbindt en blijf checken bij de jongeren. Wat is jouw plan? Dankjewel. Er is nog een vraag binnengekomen. Hoe zit het met het achter de voordeur verhaal? Dus hoe zijn jullie te benaderen of te ontdekken door jongeren die niet in de jeugdzorg zitten, maar deze hulp wel heel goed kunnen gebruiken? Ja, dat is een lastige. In de zin van, wij zijn echt een organisatie die er ook voor zijn voor specialistische jeugdhulp. En dus daar hebben we in onze gemeente waarmee we samenwerken, hebben we daar ook wel andere partijen voor die daar als eerste voor benaderbaar zijn. Maar het belangrijkste wat we wel zeggen is dat als een jongere al bij ons is geweest en op een gegeven moment los is gegaan, losgelaten is of zelf heeft besloten, ik wil het zelf doen en het lukt niet, kom dan alsjeblieft wel terug. Weet je wel, ook al zijn wij niet per se altijd degene die het kunnen oppakken, we gaan je zeker begeleiden om je te begeleiden naar de juiste plek. En ook te kijken of dat de juiste persoon is die bij je aansluit. Dus met Cupido, bijvoorbeeld seksspecifieke afdeling, zijn we wel makkelijk en voor iedereen te bereiken met dat soort specifieke vragen via een chat die we hebben. Dus we zijn echt goed aan het kijken naar hoe we dat preventieve deel, hoe we ook in het voorveld beschikbaar kunnen zijn, in de buurteams. Dat als specialisme nodig is, dat we er meteen zijn. Dus ik hoop dat dat een beetje antwoord geeft. Ik denk het wel. We hebben nog een paar minuten, dus dit is de laatste kans voor mensen die iets in hun hoofd hebben om te vragen of iets in hun, op hun hart hebben om nog te delen. Daar hebben we nog een paar minuutjes voor. Ik zie dat Heiko vraagt of we ook WMO-aanbieder zijn. Er is druk vanuit de gemeente om zo min mogelijk verlengde jeugdzorg in te zetten. Maar een zorgaanbieder kan ook kiezen om WMO-hulp in te schakelen. Want de doelen van de Big Five passen in de WMO. Brechtje, wil jij die beantwoorden? Ja, hele terechte vraag. En die kom ik wel op meer plekken tegen. Er zijn een aantal gemeenten wel mee aan het verkennen hoe je dat in een soort geïntegreerde inkoop, zowel WMO en jeugdhulp, gezamenlijk kan gaan aanbieden. En dat is ook vanuit ons steunsteam Zorg voor de Jeugd een samenwerking die we nu zoeken in de aanpak toekomstgericht werken. Om te kijken waar kunnen we dat nog verder gaan versterken. Want op het moment dat je die twee dingen samenbrengt, zowel jeugdhulp als WMO, dan heb je natuurlijk veel meer in huis om die doorgaande lijn te pakken. En dan heb je daarmee ook die harde knip op 18 minder. Omdat je eigenlijk je middelen van dat jeugdhulp en WMO meer bundelt. Dus dat is een hele belangrijke oplossingsrichting waar we nog wel wat in moeten doen. En dat doen we ook vanuit deze aanpak in samenwerking met anderen. En als er mooie voorbeelden zijn die jullie kennen om te delen, doe dat vooral. Want alles helpt, alle praktijk helpt. En over de organisatielevel, die heeft inderdaad ook, biedt ook hulp op een WMO-contract. En ik ken meer organisaties in het land die dat doen. Maar dat blijft een ingewikkelde. Het zijn nog steeds in de praktijk, in het werken, in de administratie, in de doelstellingen, eigenlijk in alles. Zijn er twee losse werelden. En dan moet je dus eigenlijk een beetje schizofreen als organisatie die twee werelden samenbrengen. Dus we hebben daar nog wel wat in te doen. Dat ligt natuurlijk ook bij de gemeente waarover de laatste vraag gaat. Hoe gaat de samenwerking met de gemeente? Werken ze daar in Amsterdam al ontkokerd? Ja, nou ja, ik moet zeggen, ik zit hier een beetje natuurlijk met een dubbele rol. Hè. Ik ben nu meer ook vanuit het landelijke aan het kijken naar wat er in andere regio's en gemeenten aan voorbeelden te vinden zijn.
En we willen die voorbeelden heel erg gebruiken om regionaal te laten zien, dit zijn oplossingsrichtingen, maak je gebruik van. En in Amsterdam hebben we een hele goede band met de gemeente waarin we dit vraagstuk ook samen oppakken. En daar zitten ingewikkeldheden in. Die ervaart de gemeente, die ervaren wij, maar het gaat erom dat je het samen doet. Dus als je samen om de tafel zit en je schouders eronder zet om dit vraagstuk op te lossen, en vanuit die commitment, dan ga je er ook komen. Dat waren... Oh, er komt nog net iets binnen. Ik merk me in een regio dat grote aanbieders er niet om staan te springen. En dat juist zij kokers en grenzen opwerpen. Een kleine lokale aanbieder biedt sneller jeugd het WMO beschermd wonende WLZ. Erg fijn. Ik dacht misschien komt er sluikreclame voor Heiko's eigen kleine aanbieder, maar dat is niet het geval. Maar wel een goed voorbeeld van Gabi of Gaby, dat er een pilot is in Zuid-Limburg. Dus die nemen we mee, een pilot 18-18+. En ja, we zijn vanuit een landelijke aanpak heel erg aan het zoeken naar partners in die aanpak om landelijk die kennisontwikkeling op gang te brengen en kennis te delen. En we gaan daarnaast in regio's aan de slag met de bouwstenen die er eigenlijk al ontwikkeld zijn vanuit praktijk, vanuit wetenschap, vanuit ervaringsdeskundigheid, om dat hele toekomstgericht werk een stap verder te brengen. En daarin is het voor ons heel relevant om al die verschillende voorbeelden op ons netvlies te hebben. En hebben we ook landelijk veel gesprekken, omdat er wel heel veel beweging zit op dit onderwerp. Dus dat geeft ook hoop en vertrouwen. We sturen de contactgegevens van Brechtje in de aftermail, zodat jullie Brechtje alle goede voorbeelden van jezelf of van anderen kunt sturen. Ja, en ik wil nog wel aan toevoegen, ik denk het is ingewikkeld op zo'n manier, omdat je geen idee hebt hoe dit verhaal overkomt, welke vragen roept dit op, wat vinden jullie hiervan. Het liefst zou ik dat gesprek nu aangaan met de 44 mensen die hier nu nog zijn. Maar ik kan me voorstellen dat er, als we alle reacties gaan bundelen, nog bepaalde thema's uitkomen, waar we een vervolg op organiseren en vanuit de aanpak hebben we sowieso, gedeeld ook via de infographic, hebben we die lijnen ook al lopen. Dus als jullie in contact willen komen, heel graag. We gaan graag het gesprek aan. En ik wil eigenlijk nog wel, als het kan, Maurits, een paar afsluitende woorden doen. Ja? want er is heel veel gezegd en nog veel meer te zeggen. Maar ik denk het belangrijkste van onze boodschap, gedeelde boodschap van vandaag, is dat toekomstgericht werken vooral toekomstgericht denken is. En als ik kijk naar mijn eigen dochters, eentje is de 14 en straks wordt ze 16. Nou, dan zie ik mezelf zitten aan de keukentafel en dan ga ik met haar een toekomstplan maken. En dat is eigenlijk wat ik zelf ook vaak doe, is mezelf een soort geweten aanmeten en telkens teruggaan naar wat is in normale wereld nou eigenlijk opgroeien naar volwassenheid. Hoe gaat dat in het gewone leven? En dat is een proces. Dat is iemand heel goed kennen vanuit een relatie, vanuit vertrouwen. Met iemand samen ontdekken, goh, wie ben je eigenlijk en wat kun je en wat wil je? En dan gezamenlijk bepalen welke stappen gaan we dan zetten, welke keuzes kun je maken. En het is volgens mij ook heel erg iets wat organisch gaat, waar je niet eens heel bewust mee bezig bent, maar je bent met je eigen kinderen ook bezig om te werken aan hun basis, zodat zij straks hun eigen toekomst vorm kunnen geven. En dat zijn die big five, dat zijn die vijf pijlers om je leven zelfstandig vorm te kunnen geven. Daar moet Wat mij betreft is dat toekomstgericht denken en werken. Dat is zorgen dat jongeren met een stevige basis hun toekomst tegemoet gaan, zodat ze al hun energie in hun eigen ontwikkeling kunnen stoppen en niet in het overleven. En het plan van de jongeren moet daarin altijd leidend zijn en altijd vertrekpunt zijn. Dankjewel. Okay. Maar ga jij hem afsluiten? Of, Ja, ik heb in de chat gevraagd wat mensen ervan vonden. En daar komen mooie woorden. Helder, interessant, word je enthousiast van, duidelijk, verhelderend. Dus ik denk dat het afgelopen uur geslaagd was. Ik vond het leuk, interessant. We hebben heel veel woorden gedeeld. Normaliseren, werken vanuit de relatie, samen, gelijkwaardigheid. Alle woorden die op de sheet staan, maar ook al jullie mooie woorden die gedeeld zijn in de chat, die gaan we achteraf naar jullie toesturen. Heel erg veel bedankt. Heel erg veel bedankt. Wauw. Heel erg bedankt. En heel veel dank. Is er iemand daar in Amsterdam of Amber die nog iets willen zeggen of delen? Ja, ik ga jullie allemaal bedanken
voor weer een uur. Ik wil jullie alle vier heel erg bedanken voor jullie bijdrage vandaag. We hebben nog 5 sessies gepland staan. Ik hoop dat het dan iets minder warm is, maar waarschijnlijk net zo interessant. Dus als jullie volgende week of die week daarna nog een uurtje over hebben, kom dan gerust. We gaan het hebben van ervaringsdeskundige ouders, tot leren van complexe casuïstiek, hoe doe je dat? En wat is normaliseren? Dat hebben we vandaag ook een aantal keer genoemd. Van wat is dat eigenlijk en hoe denk je daar zelf over? Dus van harte welkom bij de komende sessies. En dan wens ik jullie een hele fijne middag allemaal. En tot de volgende keer. Dag allemaal, bedankt. Oh, de croissant. Met mijn shirt. Dat zie ik nu pas. Ja, ik ook. Iemand zegt het in de chat, dus vandaar. Ze heeft Amber de croissant op de shirt. Mooi. Leuk dat iemand het heeft opgemerkt, Maurits. Maar echt. En het was gewoon per ongeluk. Zijn we trouwens nog online? Of, Ja, we zijn nog online, maar de meeste zijn... Ja, het is zo gek als je niet kan zien wie er nog zijn, hè? Ja, nog 15 mensen. 13. Alleen jullie. 12. Maar zijn dat wel een goede grap om nog even te hebben. Ja. Nou, afspraak zo, maar ik rond nog even goed met jullie af. Ik ga iets later in... Ja, er zijn er maar 5. Ik zat het aantal weer in de gaten houden. Er waren er maar 5 afgehaakt door de hitte. Of door whatever, maar er waren er 45 aan het einde. Ja, en we zijn nu weer met elkaar. Dus, even de recording stoppen.